Voor Lichtenvoorde hebben we Jarno Stuk. Voor Lichtenvoorde hebben we Stef Hollander. Voor de Bussencrosser hebben we onze cruiserverkrijger Sander Meijenberg. Voor Nijkerk hebben we Mathieu Rademaker. Voor de Loftrinks hebben we Formule Robin Bubbling. En voor de Loftrinks hebben we topfavoriet Rieke Kemper. Succes! Sterke man uit Helmoren kan pakken. We zitten rode boeven, dan is het af. Rieke Kemper, het lijkt op Kemper te geworden. Weijberg met een hele goede start daar vanaf de buitenkant. Waar is dat met Joe Rademaker? De Maas zit er veel sterker rondrijden. En die heeft positie nummer 3-4 pas in handen. Ja, Boevek op 2 en dan heb ik tegen Halle Kemper op positie nummer 1. Dat is Nick Leuker in positie nummer 3. Dat zijn naast de 3 rijders, maar dat is volgens mij gewoon Kemper die met oppermacht hier in de finale gaat winnen. Hij nou een meter 2-3 te pakken, dan voor Boevek wel die tweede plek. Is wel zeker een meter 5. Dus de lastmens hier op 1-2 achtervolg doet Nick Leuker. Dat komt nog haalt, ja, van Mathieu Rademaker. Maar overwinning gaat voor Rieke Kemper mee naar Neuvendal.